Hoi, hoi, hoi allemaal. Welkom weer bij een nieuwe review. Vandaag gaan wij de Fenty Beauty reviewen voor jullie. Bij. Zo praat ik in twee delen. Gewoon mezelf, ik dus. Eigenlijk is het nu wel wij. In ieder geval, Rihanna heeft dus een foundation uitgebracht. En ja, jongens. Kijk, weet je, het is mensen die me op Snapchat volgen. De Snapchat fam. Weet dat ik het al heb geprobeerd. Dat ik al een paar dagen deze foundation op heb gehad. En dat ik er meer dan tevreden over ben. Dus, spoiler alert. Maar ik ga jullie laten zien hoe ik dus de foundation aanbreng. En En dan kun je het ook gelijk, kun je gelijk meekijken. Ik heb de kleur 330. Deze heb ik via de site van Fenty Beauty zelf besteld. Maar dat soort informatie gooi ik gewoon lekker onderin. Dus de site en hoe en wat. Maar je kan het beter bestellen bij Sephora. Ik zag op Snapchat dat heel veel mensen bij Sephora Frankrijk hadden besteld. Omdat de kosten dan, de verzendkosten wat minder zijn. En je betaalt natuurlijk bij Sephora meteen alles. Dus je bent gelijk van alle BTW en invoerkosten en heel dat riddeltje ben je gelijk van af. Ik moet wel heel eerlijk zeggen dat ik geen extra kosten heb gekregen. En ik heb in totaal voor twee foundations met verzendkosten betaald €80. Dus voor mij en mijn zusje. Dus dan ga ik jullie even laten zien hoe ik dit gebruik. En ik laat jullie gelijk met blote billen gezicht zien dus. Welke primer en alles ik daaronder gebruik. Nou, laten we maar meteen beginnen. Ik heb mijn ogen al gedaan. En mijn wenkbrauwen. Ik begin met het primer voor mijn gezicht. En hiervoor gebruik ik de Marc Jacobs Coconut Primer. En dan doen we gewoon één knijpje, zeg maar. En deze breng ik gewoon aan op heel mijn gezicht. Al verder met een concealer. En dan hebben we hier de Tarte Shape Tape Concealer. En dit is de kleur 10. Ik zal alle producten die ik gebruik nog even in de beschrijving plaatsen, zodat je die makkelijk kunt terugvinden. En dan doen we gewoon een paar stipjes eronder. Naast mijn neusvleugels. Op mijn cupid bow. Op mijn mondhoeken en op mijn kin. En een beetje tussen mijn wenkbrauwen in en het puntje van mijn neus. Ik ken gelijk heel de gezicht concealer, jongens. Hiervoor gebruik ik een Real Techniques brush. Deze is trouwens best wel smerig. Die moet ik even gaan wassen. En dan blend ik deze uit. En je ziet al gelijk dat het heel erg dekt. Dus dat is wel goed. The moment where you're all waiting for. Hey. Nou, ik heb de kleur 330. Ik ga jullie, terwijl ik bezig ben, vertellen hoe ik mijn kleur heb uitgekozen. Nou, heel makkelijk. Ik heb op YouTube heb ik een aantal filmpjes gezien. En je hebt natuurlijk ook een op de site zelf. Ik heb hem op Fenty Beauty. Fenty Beauty. Dat kan besteld. En daar had je dus zeg maar zo'n kaart. En dan kon je kijken van wat is nou ongeveer je kleur. Wat je denkt ongeveer wat je kleur is. En daarna ben ik YouTube filmpjes gaan kijken. En heb ik daar aan hand daarvan mijn keuze gemaakt. Ik moet wel heel eerlijk zeggen. Ik heb hem natuurlijk al geprobeerd. Dus een first impression is dit niet. Maar hij dekt wel enorm. En ligt natuurlijk echt aan hoeveel je hiervan wilt gebruiken. Hoe meer je gebruikt, hoe meer het dekt. Dat moet ik je wel toegeven. Maar ik ben niet op zoek naar die, hoe moet ik het zeggen, naar die maximum dekking, zeg maar. Dus gewoon een soort van een laagje eroverheen. En dit blend ik gewoon uit trouwens met een Real Techniques Beauty Blender sponsje. Wat ik wel heb met deze foundation, dat ik, dat moet je volgens mij met elke foundation doen, moet je het gewoon meenemen naar je, zo. Wat ik dus wel heb met deze foundation, dat je het wel echt moet meenemen naar je nek, want bij mij zie je gewoon echt het verschil. Omdat dit een foundation is met een gele ondertoon, wat ik dus niet heb. Maar, mijn zusje die had het besteld. En wij hebben meestal wel dezelfde kleur.
Dus ik dacht, nou ja, dat komt wel goed. Alleen, ja, je ziet echt wel het verschil, zeg maar. En ik neem eigenlijk nooit mijn BB cream. Ik gebruik trouwens geen foundation normaal. Alleen BB cream. En die neem ik echt nooit mee naar mijn nek. Omdat, ja, dat gewoon dezelfde kleur heeft als het ware. Zie je? Hij is heel mooi egaal, zeg maar. Dus dat is wel... dat is wel een plus. Nou, het mooie van de foundation is dat die de warmte en de, ja, de kleur van je huidstype neemt. Dus hij verandert gewoon. Heel gek is dat. Ik heb hem nooit meegemaakt met de foundation. Maar hij pakt echt de kleur van je huid en dat absorbeert hij ofzo op een of andere manier. En daardoor krijg je een hele mooie warme gloed, zeg maar. Goed, we gaan concealen. Ga ik gewoon weer met de Tarte Shape Tape. En ik gebruik ook nog een lichtere kleurtje. Dit is de kleur Light Medium Honey. Om een beetje te highlighten, zeg maar. Hier moet je echt gewoon maar twee stipjes of zo aanbrengen. Want anders wordt het gewoon helemaal wit onder je ogen. En dat is niet mooi. Ik ga raden om dat te doen. Ja, kijk. En dan wat we nu gaan doen is baken. Hiervoor gebruik ik de Laura Mercier Translucent Powder. Dan breng ik gewoon onder mijn ogen aan. Even een spiegeltje erbij, want dat gaat anders niet goed zo. Verlichting werkt vandaag echt totaal niet mee. Want de zon is weer weg. En dan komt het weer terug. En dan is hij weer weg. Maar ik heb gelukkig mijn ringlamp aanstaan. Dus dan kunnen jullie het wel beter zien. Het is echt gewoon heel mooi egaal. Dat is echt super. Nou, ik haal deze weg met een Zoeva brush. Dat is een powder brush eigenlijk. Maar om af te, nou ja, om af te poederen ook. Dus ja, toch weer wel dan. Even zo doen, dan gaan we er mist in. Wat ik altijd wel doe is gewoon heel mijn gezicht gelijk mee poederen. Nou, als we dat gedaan hebben ga ik heel even de onderkant van mijn ogen afmaken. En dan kom ik weer bij jullie terug. Onderkant van mijn ogen gedaan. Yes. Dan gaan we nu verder met een highlighter. Ik gebruik vandaag de Might Be highlighter van Colourpop. Heel lang geleden dat ik deze heb gebruikt. Ik gebruik vandaag weer de MAC Gingerly. Deze, ja, dit is mijn favoriete blush. Ik gebruik gewoon iedere dag als ik mijn make-up aanbreng. Dat het gewoon een hele fijne alledaagse blush is. Even een beetje zo. En het geeft je wangen een beetje kleur, zeg maar. Dat is het eigenlijk meer. Vandaag gebruik ik de Lime Crime in de kleur Cindy. Als ik hem open krijg. Nou, wat vind ik dus van de Fenty Beauty foundation? Ik vind deze gewoon geweldig. Hij is heel goed dekkend. Hij blijft heel mooi zitten. Ja, ik heb eigenlijk niks negatiefs hierover te zeggen. Dus ja, wil je hem aanschaffen, zou ik zeggen zeker doen. Ik heb hem dus gewoon op de site van Fenty Beauty zelf besteld. En ik heb geen extra kosten hoeven te betalen. Dus dat is wel weer mooi. In zoverre, ik heb nog geen brief ontvangen. Nee.
Ik heb nog geen brief ontvangen. Ik zit even te denken van, heb ik nou nog wat gekregen? Nee, ik heb geen brief ontvangen hiervan. Dus wellicht dat het nog misschien zal komen. Dan zal ik dat op Snapchat zetten. Maar dan had het eigenlijk er al lang al moeten zijn. Dus ja, ik ben gewoon meer dan tevreden over. Ik heb hier helemaal niks slechts over te zeggen. En dit is mijn to-go foundation. Ik gebruik deze nu echt sinds ik hem heb bijna iedere dag. Maar ik blijf bij mijn vertrouwde BB cream natuurlijk. Dit is gewoon, omdat het nieuw is, wil je het elke dag gebruiken. Gierigheid, dat is het gewoon. Dit was mijn review erover. Ik hoop dat jullie er wat aan hebben. Wil ik jullie bedanken voor het kijken en dan zie ik jullie de volgende keer weer. Doei doei!